Sinds kort heeft de gemeente Drimmelen twee buurtsportcoaches aangesteld. Zij werken vanuit de organisatie Surplus en zij organiseren van alles voor zowel de jeugd als voor ouderen. Vanavond zijn wij te gast in het dorpshuis in Drimmelen. Daar is een soortement van workshop karate geweest en Benjamin heeft dat georganiseerd. Benjamin, wat houdt het in, buurtsportcoach? Buurtsportcoach, nou, we hebben dus binnen de gemeente twee buurtsportcoaches. Mijn collega Mark Mos, hij richt zich voornamelijk op ouderen en mensen met een beperking. En ik richt me voornamelijk op de kinderen tot en met 12 jaar. En wat ik voornamelijk doe is, ik probeer kinderen te motiveren en te enthousiasmeren om te sporten. En daarbij probeer ik ze kennis te laten maken met verschillende verenigingen, verschillende sporten die de gemeente Drimmelen heeft. Heb je bijvoorbeeld ook contact met scholen over sportactiviteiten? Jazeker. We hebben bijvoorbeeld laatst op de OBS De Windhoek in Terheide zijn er al tafeltennisworkshops geweest. Laatst was er een buitenspeeldag waarbij de buurtsportcoach ook ingezet wordt. Dus de contacten met scholen zijn er al. En ja, dat gaat nu steeds meer een gevolg hier krijgen. Wat doen jullie nog meer om bekendheid te geven aan jullie? Dit is natuurlijk al iets. Wat doe je nog meer? Nou ja, we proberen activiteiten te organiseren. Zo zijn we in december als opening eigenlijk van de buurtsportcoaches hadden we een sportmiddag gehouden in Lage Zwaluwe. Nou, dat was een groot succes. Veel kinderen op afgekomen. We hadden een sportvereniging uitgenodigd die hun kunstjes kunnen laten zien daar. En zichzelf daar kunnen promoten. Heb je iets meegekregen van de gemeente van een soort doelstelling? Van dat ze zoveel mensen aan het sporten willen krijgen? Nou ja, ons hoofddoel is gewoon om proberen zoveel mogelijk kinderen te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sporten. Veel kinderen doen natuurlijk voetbal of tennis of hockey. Nou goed, er zijn veel meer sporten dan alleen die drie en daar proberen ze ook gewoon kennis mee te laten maken. Wat is je eigen achtergrond? Ben je een sportman? Ja, ik ben wel een sportman. Ja. Ik heb een voetbalachtergrond. Net als wat we vanavond gezien hebben, dat organiseer jij zelf vanuit Surplus of is dat echt vanuit de gemeente? Vanuit Surplus eigenlijk. Ik heb contact gehad met Anita Joren hier van het dorpshuis. En zij leek het wel leuk om sportactiviteiten hier in Drimmelen te organiseren. Dus nou ja, we zijn dus in gesprek gegaan. En ze kwam zelf met het idee van, nou ja, het lijkt me wel iets leuks op het gebied van judo of zelfverdediging. Nou, en ik had al contact met de karatevereniging Shotokan uit Terheide. Dus ja, toen is het balletje gaan rollen en samen een gesprek gehad. En nou, zodoende was vandaag dus de eerste workshop. De avondvierdaagse, we hadden het net in het voorgesprekje even erover. Je merkt toch dat dat minder wordt. Is dat iets waar jullie je op willen gaan richten? Nou ja, dat is ook een van de dingen waar ik me wel op wil gaan richten. Daar kunnen we bijvoorbeeld ook ouderen en kinderen samen laten komen. Dus dat is zeker iets wat aandacht gaat krijgen. Ja. Het is al eerder naar voren gekomen dat het steeds wat minder wordt de avondvierdaagse. Dus dat is zeker iets wat we een nieuw leven in gaan blazen. Wat er aankomt is het opening trapveldjes. Staan er nog meer activiteiten op programma? Ja, van de zomer willen we bij het puzzelbad in Terheide en het zwembad in Maden willen we ook activiteiten gaan organiseren. Nou, dat zullen dan de wateractiviteiten worden en sport en spel rondom het zwembad. Dus dat zijn ook dingen die eraan gaan komen. Daar willen we misschien ook wel verenigingen bij gaan betrekken. Dus ja, dat zijn de plannen die er aan zitten te komen. Ja. Heel veel leuke plannen. Wellicht zijn wij er weer bij een van die aangelegenheden. Ik wil jullie in ieder geval heel veel succes toewensen. En bedankt dat we vanavond mochten komen kijken. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Kevin, je hebt zojuist hier de jeugd van Drimmelen een kennismakingsles gegeven met karate. Hoe lang ben je zelf al bezig met karate? Nou, ik ben op dit moment 20 jaar actief als karateka. Ik ben 27, dus ook echt op deze leeftijd waarmee de jeugd nu de stond ook begonnen. Hoeveel train je op dit moment zelf nog? Op dit moment 3 keer in de week sowieso. Op maandag, woensdag en vrijdag. Dan traint ook de senioren mee, maar die geven tegelijkertijd les terwijl ik zelf mee train. En nog sowieso 1 keer in de maand een selectietraining bij de Nederlandse selectie. Nederlandse selectie, dat houdt in dat je op aardig niveau dus meedraait binnen de karatesport. Wedstrijden, dus trainen, maar kun je meedraaien op dat Nederlands niveau of zit je al op Europees niveau? Op dit moment trainen we voor aanstaand weekend voor het Europees kampioenschap in België.
Twee jaar geleden ben ik daar Europees kampioen geworden op het onderdeel kata. Dus dat hoop ik nu weer voor elkaar te krijgen. En afgelopen jaar op het wereldkampioenschap ben ik tweede geworden, dus vice wereldkampioen. Even terugkomend hier op de jeugd die je zojuist getraind hebt. Het vergt natuurlijk ook wat oefeningen voor jou om de doelstelling voor de jeugd te halen en de oefenstof voor de jeugd aan te bieden. Dat is anders dan met volwassenen. Wat heb je zelf voor opleiding daarin gehad? Ik heb daar lerarenopleidingen voor gevolgd binnen de karatewereld. Zelf ben ik ook rijinstructeur, dus het overbrengen van lesstof, dat zit me eigenlijk wel goed. Alleen voor de jeugd is het inderdaad net even een wat andere stof die je moet behandelen dan voor de senior. En op een andere manier even aanbrengen. De jeugd die nu getraind heeft, of de kinderen die interesse hebben in het karate, waar kunnen ze zich melden of waar kunnen ze meer informatie krijgen om de sport te beoefenen? Nou, sowieso kunnen ze via www.karate.nl alle informatie nog eens een keer rustig nalezen. Daar staat de hele geschiedenis van de club onder, inclusief de leraren en assistenten, plus trainingstijden en adres. En dat is in de koer. Ze zijn ook altijd vrij om langs te komen. Maandag en vrijdag is het vanaf 7 tot 8. En dan mogen ze gewoon binnenlopen op het moment dat ze interesse hebben. Over het algemeen is de deur gesloten omdat we dan aan het trainen zijn en liever geen mensen hebben die altijd zomaar binnen blijven staan vanwege de afleiding. Maar op het moment dat ze interesse hebben, kunnen ze altijd even langskomen. Hartstikke goed. Dus is er nog een minimumleeftijd aan verbonden? Het liefst vanaf 6 jaar. Anders zijn ze nog iets te jong om in rijtjes te blijven staan of iets dergelijks. Want het is toch wel een gedisciplineerde sport. Ja, sowieso discipline naar elkaar toe, maar ook... om even te kunnen luisteren inderdaad. Ik wens jou heel veel succes met jouw wedstrijden en op Europees niveau zelfs. En heel erg bedankt voor deze demonstratie vanavond. En wellicht een hoop aanmeldingen. Ik hoop dat er een heleboel kinderen enthousiast zijn geworden voor na de aanleiding van deze demonstratie vanavond. Dankjewel en succes. Dankjewel. Oes.